trekken waar je niet aan hoeft te wennen. En dat is heel prettig. Daar rijdt vrijwel iedereen mee weg zonder eerst in een pot te moeten roeren. Prettige transmissie. 4x4 groepen, 4 versnellingen. Die al of niet automatisch schakelen. In het geval van deze 460 schakelt die wel automatisch. En dat is vrij makkelijk instellen met een knopje waar je heel even naar moet zoeken. Voor de rest aan de buitenkant de Klaas. En aan de onderkant ook. Hij is helemaal thuis in de Klaas-familie. Met een FPT-motor die stelt met Stage 4 volledig uit Blue. Geen eigen rijklep of roetfilter meer. Niet meer schoonbranden. Past netjes in de Klaas-filosofie. Deze cabine, nou, die kennen we inmiddels. Die is bekroond op de Cima met een award. Maar dit is ook een andere cabine met een plat dak in de hoge of de lage variant. Dit is natuurlijk uitgelezen voor je voorlader. Het siliconen randje zit er wel, maar dat vormt niet echt een storend obstakel voor het zicht op je voorlader. Wat opvalt voor Klaas zijn de deuren bij deze cabine. Die zijn best wel klein. Normaal zie je bij Klaas een 4 of een 5 stijle cabine. Met een volledige glazen deur aan de linkerkant. Bij deze Klaas wordt gekozen voor wat kortere deuren. Daarbij kom je wel weer tot een 6 stijle cabine. Wat altijd je zicht iets zal belemmeren. Maar je hebt wel een wat kortere deur die wat minder glas heeft. Rij je hem eruit, dan is die iets goedkoper. En de kans dat je hem eruit rijdt is wellicht iets kleiner.